En dat is ook iets wat wij met studenten heel veel tegenkomen, is dat de beoordeling van een idee ten opzichte van niks, in het algemeen is dit een goed idee, is verschrikkelijk moeilijk. Het beoordelen van een idee in relatie tot een variatie van hetzelfde idee, dus je werkt het uit en je denkt, nou, ik kan het zo uitwerken, ik kan het ook een beetje zo uitwerken. Dat is toch wel duidelijk, dit is toch wel duidelijk beter dan dat. Dat is te doen. Ja. Dat kun je doen. Ja. Okay. Je kan. Okay. Dus, en daarom leren we heel erg variëren. Ja. Dus kleine variaties aanbrengen. Ja. Denk van, nou, je zou het zo uit kunnen werken, je zou het zo uit kunnen werken. Welk is beter? Ja, ja, deze. Oké, okay, dan zou je dit uit kunnen werken, zou je dit uit kunnen. Dat is slim. Dat is veel. Dan kan je veel, veel meer vastpakken dan dat je in het algemeen moet zeggen, ja, is dit een goed idee of niet? Ik geef het flauwste voorbeeld, wat ik altijd bij studenten geef. Van als ik aan studenten vraag, jullie zijn met drama, toneel bezig, theater bezig. Is het dramatisch als iemand van een bergbeklimmer van een berg afvalt? Niemand kan dat zeggen, of dat, ja, dat is erg, maar is dat dramatisch? Ja. Als ik zeg van, nou, iemand valt halverwege van die berg af of 50 meter onder de top. Wat is dramatischer? Ja, nee, 50 meter onder de top. Dat is dramatischer. Oké. Okay. Ja. Dat kan je zeggen. Ja, is... Maar kan niet het algemeen zeggen of het dramatisch is. Dat weten we niet. Ik vind het een hele handige tip. Ik vind het echt een hele handige tip.